President Desi Bouterse heeft zich gisteren georiënteerd in het district Kommewijnen. Het staatshoofd is onder meer de staat van enkele belangrijke wegen nagegaan. De regeringsleider was vergezeld van deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Er zijn opties bekeken voor het verharden van deze wegen. De plaatselijke gemeenschap is bereid een bijdrage hieraan te leveren. Het staatshoofd bezocht ook de onderwijsinstellingen en sportfaciliteiten in het district en had een ontmoeting met de bewoners van Zorgvliet. De buurtbewoners brachten enkele problemen naar voren. Er is een werkgroep in het leven geroepen om de verschillende uitdagingen binnen het district aan te pakken. Het werk zal vanuit het kabinet van de president gemonitord worden. Het streven is om een groot deel van de problemen opgelost te hebben voor de herdenking van de komst van de Javaanse immigranten op 9 augustus. Het staatshoofd riep de bewoners op de productie ter hand te nemen. Suriname kan pas rijk worden als we daadwerkelijk gaan produceren, zei president Bouterse.